gaat niet echt lekker met het virus, dus er komen weer nieuwe maatregelen. Maar komt dat nou doordat wij als volk hebben gefaald of omdat de overheid faalt? Ligt het nou aan ons, wij burgers, boeren en buitenlui, of ligt het aan het falen van het kabinet, van de overheid? Nou ja, kijk, falen vind ik dan weer een groot woord. Maar ik denk dat we tussen het versoepelen van de maatregelen en het aanscherpen van de maatregelen, denk ik dat de overheid niet goed genoeg bovenop zit om gewoon echt goed te kijken van hoe lopen die besmettingen op? Waar komen die besmettingen vandaan? Welke leeftijdsgroep is het? Zijn ze gevaccineerd? Zijn ze niet gevaccineerd? Welke vaccins hebben ze gebruikt? Het is altijd weer als een soort van verrassing van oh nee, nu moeten we echt wat gaan doen. Ik zou zeggen, laten we niet te optimistisch zijn dat we zo'n virus er wel even onder krijgen. De geschiedenis laat zien dat die besmettelijke ziektes gewoon hele lastige kwesties zijn. En dat je niet te optimistisch moet denken. We hebben even wat maatregelen, even kiezen op elkaar en dan komt alles wel goed. Dus ik denk dat we meer toe moeten in plaats van het toch wat een beetje te optimistische van samen krijgen we het virus onder controle naar samen leren we verstandig te leven met het virus. Ja, het feit is dat het veel harder oploopt dan was verwacht. Hebben ze dan niet voor de zoveelste keer weer beloofd, jongens, nu kan het, terwijl het eigenlijk nog niet kon? Nee, ik snap je vraag, maar kijk, in heel Europa zie je wel nu eigenlijk hetzelfde. Dat iedereen toch weer verrast wordt door hoe hard het gaat. En er was op gerekend dat we toch wat meer mensen gevaccineerd hadden. Je ziet dat het vooral onder de ongevaccineerden rondgaat. Die cijfers zijn ook niet helemaal duidelijk. Nou, er was van de week een kop en dat is even later goed uitgelegd. Als je gevaccineerd bent, heb je 33 keer minder kans om in het ziekenhuis te komen. Ja, en toch liggen er ook gevaccineerde mensen in het ziekenhuis. Omdat die prik gewoon aan het afnemen is, de effectiviteit ervan. Het lijkt erop dat het bij ouderen inderdaad zo is. Maar bij hele jonge mensen zoals jij lijkt dat voorlopig nog niet aan de orde te zijn. Dus jij hebt waarschijnlijk, ik weet niet of je gevaccineerd bent, ga ik ook niet vragen. Maar stel dat het zo is, dan heb jij waarschijnlijk nog hele hoge immuniteit. Maar bij ouderen, ja, lijkt het erop dat we die echt een boost moeten gaan geven. Als je kennis hebt, dan kan je op basis van kennis kan je ook beleid maken. Ja, daar heb ik gewoon een half uur over gedaan om ervoor te zorgen dat Hugo de Jonge uiteindelijk zei van nou, we kunnen wel kijken in die ziekenhuissystemen. Nou ja, wie liggen er op die IC's precies? Welke aandoeningen hebben ze? Is COVID primair de aandoening of is het een naastliggende aandoening omdat iemand een onderliggend lijden heeft, zijn immuunsysteem verzwakt is en daardoor COVID heeft? Dan kun je gerichte maatregelen gaan nemen, want dan kan je ook gewoon goed kijken van waar komt het nou precies vandaan, hoe komt het nou, wie zijn het, welke leeftijdsklassen hebben we het over. En als je kijkt in de leeftijdsklassen, de jongeren zeg maar, de 19 tot 40-jarigen, daar is het, er zijn het aantal opnames, dat is gewoon heel erg laag. Die liggen met name bij de oudere mensen tussen de 60 en de 80 jaar. En als je kijkt dat tussen mensen zeg maar, tussen de 15 en de 40... die komen er eigenlijk niet. Moeten we dan niet veel gerichter daarop gaan kijken? Tegen die oudjes gewoon zeggen, joh, blijven jullie nou eens even een tijdje binnen? Nou, 1540 komen er helemaal niet als ze gevaccineerd zijn. Dat vroeg ik aan een IC-arts en vraag aan al je collega's. Heeft er ooit een gevaccineerde 50 minder nou op de IC gelegen? En zeiden nou, we kunnen ons helemaal niemand herinneren. Maar ja, er ligt nu in Groningen ligt gewoon een 20er op de IC. En dat gebeurt op veel meer plekken. Maar die zijn met of zonder vaccinatie? Zonder vaccinatie. Nou, dat bedoel ik. Dus moet je dan niet veel meer ook op die groep zitten, op die jongeren of op die ouderen? Nou ja, ook bij de jongeren die komen dus zonder vaccinatie, lopen die nu vanochtend kans om in het ziekenhuis te komen. Maar je hebt helemaal gelijk, die kansen bij 50-plussers veel groter. Dus daar moet je absoluut op richten. Je zag de hele tijd de gedachte van het is maar een tijdje nodig en dan is alles weer dik in orde. En nu blijkt dat dat nou ja, toch bepaald niet het geval is. Dat er toch wel weer een flink aantal besmettingen zijn, ziekenhuisopnames. En dan moeten we dus oppassen, vind ik, dat we weer in de oude reflex van weer mondkapjes verplicht. Weer allerlei drastische maatregelen, QR-codes die toch ook mensen tegen elkaar opzetten als je niet oppast. Dus ja, wij willen graag niet op die weg verder. Bent u er dan wel mee eens dat we het allemaal te rood kleurig hebben ingeschat. En dan bedoel ik vooral het kabinet. Nou ja, wat je ziet in zo'n advies ook van de deskundigen is dat ze zeggen, nou, bij deze maatregelen adviseren we. We gaan alleen wel vanuit dat die dan gehandhaafd worden. Ja, als op heel veel plekken mensen zeggen, ja, daar hebben we eigenlijk niet echt veel zin in. We gaan die checks niet meer doen. Er zijn dan uitbraken. Je ziet dat ook steeds meer is in de horeca. Ja, dan werkt het niet. Dus dan hebben ze gefaald en het te rooskleurig ingeschat. Wat ik in ieder geval niet meer wil, is dat we opnieuw in een situatie komen dat dingen dicht moeten, dat we op plekken niet meer naar binnen kunnen. Laten we dat nou voorkomen. Maar hebben ze nou gefaald of niet? Ja, toch? Nou, ik heb je net al een paar keer. Geef dat gewoon ja of nee. En mezelf herhalen, ja. Maar je kunt gewoon ja of nee antwoorden. En als we nu kijken welke maatregelen we genomen hebben en wat ons beloofd is, wat op 1 november allemaal voorbij zou zijn, en het gaat zo verkeerd, dan hebben we toch gefaald? Het was geen Freedom Day.
Maar ligt dat aan mensen die, als je ergens binnenkomt en je wilt gewoon dat die check er gewoon is, maar niemand controleert jou, ja, ga je dan zeggen, doe je dat wel? Ik spreek ook ondernemers die zeggen, ik snap dat die regel er is, ik wil hem ook handhaven. Het is voor mij alleen lastig dat de buren het niet doen. En kan de burgemeester dan niet mij helpen te zorgen dat er in ieder geval gehandhaafd wordt? Dat moet allemaal echt beter. Niet zeg maar die coronapas zo uitbreiden, terwijl misschien de oorzaak van die besmetting heel ergens anders ligt. We moeten dus erachter komen waar die oorzaak van is. Ja, kijk, en daar heeft het kabinet en de overheid nou genoeg tijd voor gehad. Dat hebben ze nog steeds niet gedaan. Nou, sorry, maar op elk ministerie werken gewoon een paar duizend ambtenaren. Je gaat mij niet vertellen dat je dat niet heel goed kan uitzoeken. En het kan pinpointen op van, nou weet je, hier hebben we het precies over. En nu kunnen we gewoon kijken, wat gaan we daarmee doen? En dan zal je misschien ook wat meer draagvlak krijgen bij de bevolking als er maatregelen moeten worden genomen. Want dan weten ze in ieder geval, nou nu is er een gerichte... gericht spoor en nu gaan we er gericht wat aan doen. Dan gaan we naar het handhaven. Er komt er 45 miljoen voor vrij, dan blijven al die ondernemers zeggen, ja, u maakt van ons een boa, een politieagent. En wij moeten ondernemen. Ik weet je, ik snap best de ondernemers zeggen, ik doe liever die check niet. Maar we hebben die natuurlijk niet voor niks. Deskundigen zeggen, we hebben dat nodig om de boel veilig te houden. En als het niet gehandhaafd wordt, en op te veel plekken gebeurt dat nu niet, ja, dan heb je daarna een situatie waarin je weer strengere maatregelen nodig hebt. Kijk naar Frankrijk. Hebben ze ongeveer dezelfde coronamaatregelen als wij. 4 keer minder besmettingen. 4 keer minder mensen die in het ziekenhuis worden opgenomen met corona. Strenge handhaving. Dus dan zeg ik, dan heb ik liever strenge handhaving dan dat we later meer maatregelen nodig hebben. Het gaat maar om die 45 miljoen budget die u neerzet. Daar kunnen onder andere mystery guests voor neerzetten. Ja. Het voelt zo ontzettend creepy. Nee, dat is niet creepy. Dat gebeurt al. En het is natuurlijk gewoon een manier om goed te zien hoe gaat het met de controle in bedrijven. En nogmaals, u en ik willen als we de kroeg in gaan, ik ben 2 keer geprikt. Ik heb zo'n QR-code. Nou, u ook. Dus gaan wij spreken met elkaar af. We hebben natuurlijk toch wel het idee dat we zeggen, hoor, als we hier zitten, dan is het toch wel verstandig dat andere mensen in ieder geval met een QR-code laten zien dat ze of getest zijn, of geprikt zijn, of dat ze de ziekte net hebben gehad. Maar die controle, men heeft wel heel erg gevoel dat al die controlemechanismen die mensen in het leven moeten roepen, dat wordt maar over de schutting gegooid. U mag het gaan uitzoeken, u moet het doen. En die kroeg en dergelijke, ja, weet je, we zijn geen boa, we zijn geen politie. Dat leeft echt. Dan zou u echt een keer met me stage moeten meelopen bij het Veiligheidsberaad, want hier hebben we het al een aantal sessies over gehad. Het is geloof ik de 4e sessie dat we het over hebben. Dit wordt ook door de experts heel goed overgedragen naar de gemeenten. Nou, dat is niet een kwestie van een schutting waar we het overheen hebben. Maar dan gaat u dan een keer met mij mee langs een aantal mensen die dat wel vinden, langs de kroegen. Ik denk dat wij het voor de kroegen makkelijker maken. Want u benadrukt nu die mystery guest. Ik heb gezegd 45 miljoen euro voor 3 maanden, dus 15 miljoen per maand. En die kunnen we inzetten op dit soort dingen, maar ook misschien een extra host. Dat is ook goed systeem. In Den Haag hebben ze op een aantal plekken met die polsbandjes, dat gewoon een aantal kroegen 1 centraal punt hebben. Nou jongens, dat is ook een hartstikke goed systeem. Laten we het gewoon op een goede manier doen. Oké, nou ik ga graag een keer mee. Ja, ik mag een keertje mee.